Goedemorgen guys, ik ben een lekker gezond ontbijtje aan het maken. Ik ben net naar de groenteboer geweest, heb ik lekker fruit gehaald. Ik heb rode bessen gehaald, bramen, golden kiwis, die vindt Nessie echt heerlijk. En ik heb nog papaya gehaald en ik heb nog passievrucht gehaald, voor alles en nog wat. Niet alles is keto. Voor de mensen die willen weten wat keto is, alleen rode bessen en de bramen zijn keto, voor de rest is alles niet keto. Maar ik eet af en toe gewoon lekker kiwi en zo. En ik vast daarnaast. Ik heb me net klaargemaakt, want ik ga zo shooten. Ik heb aan een topje van de Zara. Vorige collectie. Broek van de Zara. Nieuwe collectie. En schoenen van de Zara. Ook een nieuwe collectie. En als tas. Deze Prada bag. Vond ik wel leuk. Lekker neutral. En dan ga ik nu zoeten. Ik heb vandaag trouwens een pedicure gedaan. Ik ging erheen met rode gel lak. En ik heb nu gewoon wit. Lekker neutral. Vind ik eigenlijk het mooiste ook. En ik ga even deze Cartier-bril stelen van Nessie voor mijn shoot. Ik krijg binnenkort ook eentje. Ik ben aan het twijfelen welke ik ga halen. Wel, wat vinden jullie van deze bril bij mij? Ik vind hem echt heel mooi passen. Maar eigenlijk vooral als ik mijn haar vast heb, als ik eerlijk moet zijn. Maar ik ben aan het twijfelen tussen twee kleuren. Namelijk aan het twijfelen tussen blauw en groen. Ik vind blauw echt heel erg mooi. Besef, Nessie is gewoon aan het praten met zijn kat. Ik dacht echt, hij heeft een gesprek met iemand. Oh, een kat is opgesloten in de kamer. Ik ben dus zelf aan het twijfelen tussen blauw en groen. Ik heb nu echt een periode dat ik echt alles met blauw mooi vind. Maar ik vind zo'n bril in een blauwe kleur echt fantastisch. En doet me echt denken aan Anastasia. Ik weet niet of jullie haar nog kennen. Maar echt een beetje een 90s vibe. I love it. Zo, in ons huis is lekker schoon. Wie heeft ook echt de gewoonte om zo'n doekje zo op te hangen. Nadat hij klaar is met schoonmaken. Lekker schoon hè, Lira. Was jij opgesloten net? Ja hè? Dikkie. Die heeft dus zo opnames bij ons thuis. En ik dacht, ik ga gewoon even lekker shooten. Dan ben ik ook gewoon even lekker bezig. En dan sta ik niet een beetje in de weg. En we hebben hierna ook nog gezamenlijk een afspraak. Dus kunnen we ons ding nu eigenlijk een beetje doen. En daarna gewoon even samen weg. Guys, ik ben net klaar met shooten. Ja. Ik zweet me helemaal dood. Het is super warm buiten. Iedereen is aan het chillen. Ik zag mensen aan het strand. Alles. Maar ik ben nu in Nessie's mancave. En hij heeft weer iets gehaald voor zichzelf, zie ik. Ja, klopt. Hij is zo'n type die zeg maar Mediamarkt binnen gaat en altijd met iets naar buiten komt. Maakt niet uit of hij wat nodig heeft of niet. Maar ik wou jullie wat anders laten zien, want Nessie heeft opnames gehad. Ik heb een loopband gekregen van JJ. Dit lijkt zo'n verplichte interview voor mij, maar we hebben dus een loopband gekregen. What the fuck? Hij heeft deze dus gekregen van JJ Boske, hè Ness? Ja. Echt super tof. We zijn met zijn salade aan. Lekker hoor, we gaan vis eten hè Ness? Ja. Yes. Lekker visje uit de oven. Lekker visje uit de oven. Wat heb je gemaakt dan? Zalm. Oh, wij zijn zo goed bezig jongens. Niet normaal. Nice. Je moet niet zo met jouw hand ook zo naar boven om dit te doen. Nee, ik deed rustig jongen. Dit zijn de discussies dus als je marmer hebt. Begin er niet aan. Huh? Ik wil zeggen tegen mensen, begin er niet aan. Maar het is hartstikke mooi, dus ik ga het allemaal doen. We gaan nog komkommetjes snijden. Ja. Oh god, oh god, oh god. Wat een verwennerij, hè? Hier, Zalata. Oh. Zalata. Goedkope olijven, 65 Waarom cent. Waarom die? Die vind ik lekker. Och, het wordt steeds... Oh. Nice. Nou, we gaan lekker een zampje eten, jongens. Kijk eens jongens, lekker gezond, sla, zalm en wat groentjes erbij. Ik heb net even snel een campagne opgenomen. Ik ben er nog niet helemaal klaar mee. Maar ik wil nog even mijn outfit showen. Want ik heb even een andere outfit aangedaan. Ik had het zo warm. Ik heb een jeansbroek aan van de Bershka. En een topje van de Zara. En we gaan zo door naar onze afspraak. Guys, daar zitten we dan in de auto.
naar IJsselstein. We gaan even weer kijken naar trappen. We waren aan het twijfelen om een tapijten trap te nemen. Of twee tapijten trap te nemen. Of voor houttrappen te gaan. En we gaan nu vandaag kijken naar tapijten. Want Nessie vond eigenlijk tapijt het mooiste, toch? Ja. Hij vond het gewoon veel mooier dan hout. En in principe vind ik dat ook. Alleen hebben wij natuurlijk gewoon twee katten. En ik struggelde een beetje daarmee. En jij wil eigenlijk sowieso nooit tapijt in je huis. Nee. Op een of andere manier vond hij tapijtenvloeren of tapijten trappen wel chill. Ik vind het om eerlijk te zijn de mooiste optie. Alleen vanwege huisdieren dacht ik beter niet. Maar we gaan er toch even naar kijken. Auto, ik denk misschien zetten we hem gelijk even open. Hi! Daar ben je weer, hè? Daar ben je weer. De kat ligt gewoon weer naar die hond. Laten zien. Kijk dan, mooi. Mooi, hè? Rock. Hij heet Rock. Oké, guys. Ik ga even een salade maken. Met Dinar, blijkbaar. En ik laat jullie gelijk even het recept zien. Dit hoort er niet bij. Maar het is een salade met kip. Ik heb hem vaker gemaakt. En elke keer als ik hem op Instastory plaats, dan krijg ik heel veel vragen over. Maar het is dus met gekookte kip. Gisteren heeft Nessie deze kip gekookt. Ik ga die nu even plukken. En dan laat ik jullie stap bij stap zien wat ik ermee ga doen. Oh, ik heb de kip geplukt. Ik ga de kip nu even snel bakken. Oké, in de ene pan ga ik dus kip bakken. Het gaat echt heel snel, want hij is natuurlijk al gekookt. En in deze pan bak ik even de amandelen. Ik vind het echt zo lekker in salades. Kijk, en ik heb dit handige ding van mijn moeder gekregen. Daar kan je zo je lepel op doen tijdens het koken. Ik ga nu bij de kip deze kruiden toevoegen. Mexicaanse kruiden eigenlijk voor de taco. Maar ik vind het heel lekker bij kip. En ik gebruik trouwens maar echt een heel klein beetje van de kruiden. Want ze zijn best wel heftig. Kijk, hij is nog helemaal vol. Die doe ik straks in een andere zakje en dan bewaar ik hem gewoon voor het volgende gerecht. En dan doe ik echt een heel klein beetje tomatensaus bij. Echt heel klein beetje. Oké, dressing. Olijfolie. Oh, dat hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel, want er moet ook sesamolie bij. Een heel klein beetje azijn. Echt heel klein beetje, niet veel. Voegen we toe zwarte peper, zout en peterselie. Oké. Dan hebben we deze dressing. Dan doen we nu sla erbij. Een beetje witte kool. En rode kool. En dan mixen. Dan doen wij nog zwarte olijf erin. Dat hoeft niet per se. Mag je skippen. En je kan ook feta kaas toevoegen. Dan doen we nog sesamzaadjes erin. Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Dan doen we de kip erin. Oh, dit wordt lekker. En de amandelen. En dan gaan we alle roeren. Oh, dit ziet er lekker uit joh. Ruikt lekker hè? Zo en hoor. Wij gingen net eten, toen kwam de klussen langs. Er moeten nog een paar dingen thuis gedaan worden. Plus, de camera van Ring moet nog even in onze tuin geïnstalleerd worden. En wij zijn allebei niet zo handig, dus ja. Hele goede morgen, guys. Wij stappen in de auto, want wij zijn onderweg naar België. Ik weet niet of ik het al in mijn vlog heb gezegd. We zouden eigenlijk op vakantie gaan over ongeveer 2 weken. Maar dat gaat dus niet door de omstandigheden. En we dachten bij onszelf van, nou, we kunnen misschien tussendoor gewoon eventjes van die dagtrips doen. Of van die korte weekendtrips of zo. En dat is wat wij vandaag gaan doen. We gaan vandaag even een nachtje naar België. We gaan even slapen. En chillen. En ik neem jullie vandaag mee. En Nessie is er ook natuurlijk. Fantastisch. Hallo, natuurlijk ben ik er ook. We hebben een... bijzonder mee. Is het trouwens Red Bull Light of Zero? Light. Zero is goor. Oh, ik dacht heel dat ik aan Zero aan het drinken was. Nou, we hebben weer een Red Bull Light, maar Zero is een schoor. Zero is echt goor. Oh shit. En ja, ik heb al opgezocht waar we vandaag gaan eten en zo, want we zijn een beetje op keto. Heb ik echt zin in. Ja, we zijn best wel goed bezig qua eten, hè? Ja. Een beetje keto. Ik ben afgevallen. Ben je al afgevallen? Heb je al gewogen? 3 kilo, maar ik ben natuurlijk opgesteld. Ja, okay. En dan hou ik meer vocht van, dus dan kan je niet meer zien of je afvalt. Ja.
iets heel leuks van Nessie ophalen. Nessie Brecht een, krijgt. Nessie gaat een nieuwe camera kopen. Echt een heel vette, toch? Ja. Heb ik wel gewoon al wekenlang research best wel lang, hè? Ja, research gedaan over die camera. En we gaan hem nu ophalen. We gaan hem ophalen. En dat is ook onderweg naar België. Dus het komt dus allemaal heel goed uit. En kijk, guys. Mijn nieuwe tas van de Mango. Ik vond hem zo leuk. Deze is €19. Ik heb een blouse aan van de Zara, maar ik heb nog niet een fatsoenlijke outfit aan. Ik heb gewoon zo'n chill outfit aan gedaan met de jogging en zo. Dat vind ik veel fijn in de auto. We moeten best wel lang rijden, hè? Echt 1,5 uur of zo. Dus ik had geen zin om nu al helemaal om te kleden en zo. Ik heb trouwens mijn nieuwe oorbellen in van de Zara. I like them a lot. Het is echt heel leuk. En? Oh, ik ben heel blij. Dus hoor deze dan. Ja. Dus die gozer. Ja. Voor de mensen die weten, ik heb zeg maar die camera op Marktplaats gekocht. Ik heb zeg maar €500 bijna bespaard op die camera. Dat is echt een duur ding. Hij is duur. Ja. Maar die gozer, dus waar hij is ambassadeur van Sony in België. Oh, cool. Dus zeg maar, dit ding is gewoon splinter nieuw. Oh, omdat hij gewoon zeg maar daar werkt. Maar ja, nu moet ik rijden. Want meneer wil even met zijn camera bezig natuurlijk. Ja. Dus ik ga even een laatste stuk rijden in België. En ik haat om te rijden in België. Mag niet. Love you. Driving in Belgica. Het ziet er al heel geweldig uit hier. Wij verblijven dus in een klooster. In een oude klooster. Ik laat jullie straks de binnenkant van het hotel zien. En we hebben ook een heel ruime badkamer. Echt heel chill. Groot. Kijk, en hier tegenover ons is letterlijk de kerk. Moet je naar boven kijken? Oh yes. Oh yes. Nou, spannend. Even een ander soort verblijf. Ja, ik zal het. Wil je trouwens ontbijt weten? Ja. Ik ben niet helemaal blij met mijn haar, dus ik ga mijn haar even weer een beetje opfrissen. Zodat het niet zo kroezig is. Hoe gaat deze kraan open? Nee, hoe gaat deze kraan open? Huh? Oh. Zo, ik ben ready. Mijn outfit is helemaal van de Zara. Ik heb oorbellen in van de Zara, topje Zara, broek Zara. Die heb ik bij de Zara sale gescoord. Die is echt heel uniek, moet ik zeggen. Ik laat het jullie zo even in een andere spiegel zien. 1, 2. Ja. En ik wil jullie voorstellen aan mijn nieuwe schoenen. Splinternieuw Air Forces. Nessie heeft ze dus ook gehaald. Ik had ze eigenlijk heel lang geleden al gehaald. Ja, precies, maar ik heb ze nog niet uitgepakt. Dus vandaag is gewoon de timing ervoor. Kijk. Nessie heeft ze ook. Ik wil ook iets zeggen, jouw vlog nog dat. Ja. Mirjam heeft ook nog Yeezys die er in doos liggen. Ik ben echt een. En besef, ik heb dus Yeezys in doos liggen. En ik draag nu al een jaar dezelfde Yeezys. Terwijl ik gewoon nieuwe heb. Zo mensen, ben ik. Er zijn gewoon mensen die gewoon echt boos op jou kunnen worden. Ja. Ja, maar zo ben ik gewoon. I just don't care. Als iets fijn zit, dikke prima. Oh ja, en ik ga vandaag even voor een ander soort parfum. Want de laatste doe ik alleen maar oud op. Vandaag ga ik voor deze van Montal. Die heb ik een tijdje geleden gekocht. En die is echt heel erg lekker. Ik wil echt zeggen, maar het is zo toevallig dat ik precies dezelfde keuze heb. Dat ik niet die Arabische wil nemen. En ik dacht ook dat ik ga even voor een andere geur. Nee, niet. En ik heb die kleintjes van jou meegenomen. Oh, serieus? Kijk. Ik precies hetzelfde van dat. Allebei iets anders. Voor een andere vibe eventjes. Toch? Oké, ik dacht ik laat jullie mijn outfit zo zien. Dit is mijn broek. Het is een heel aparte broek, but I like it. Ik heb hem voor €7 gescoord bij de Zara. Ik heb het topje van de Zara en ik heb mijn nieuwe Air Forces aan en mijn nieuwe oorbellen van de Zara. That's it, let's go! En omdat het best wel frisjes is, neem ik gewoon zo'n lekker oversized blouseje mee. Oké, wij zijn nu onderweg naar het restaurant. We gaan naar een Belgisch restaurant en die heet McKenna. En we blijven hier trouwens. In het klooster, ik vind het zo leuk. Mijn oorbel is los. Wij gaan dus Belgisch eten. We houden heel graag een heel lekkere steak dat daar eten. En
waar we dus nu gaan eten, hebben ze dus op het menu ook gewoon keto-opties. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Kijk dit voor mij. Ja, loopt het goed? Parkeren doet hier wel lang, hè? Oh, wat een gedoe. Met je oude wets allemaal in België met parkeren. Ze hebben geen parkmobile of zo. Dus, parkeerautomaat, echt hoor. Mensen, we zijn er. We hebben zoveel trek. We hebben gelijk cola zero besteld. En dan gaan we even kijken. Dan gaan we even kijken wat we gaan eten. Even kijken. Van carnivore tot veganist. Healthy and wealthy. Geen suiker, keto. Oh, oh, je hebt echt gewoon een keto menu. Dacht dat ik aan het liegen was. Hallo. Nog leuk. Ja, maar ik heb echt zin in de steektarte. Oh, uiensoep. Oeh, lekker. Ja. Wil je? Ja, vind ik wel lekker. Oké, okay, dus dan begin met uiensoep en dan gewoon gelijk je steektarte. Ja, ja, perfect. Doen we gewoon twee keer uiensoep dan. Okay. En twee keer steektarte. Met frietjes, kroketjes of puree? Wij zijn op dieet. Kunnen wij hier geen groente of zo bij krijgen? Of iets van een lekkere salade of zo? Wij zijn geplaatst van plek, want daar was veel wind. Maar we gaan dus starten met uiensoep. De uiensoep. Oh, die geur is heel heftig. Lekker, hè? Ja. Het gaat wel echt stinken. Dus als jij het alleen maar zo eet, dan is het echt heel erg geweest. Boeien, ja. Ja, lekker. Hij ziet er wel anders uit dan de normale uiensoep, vind je niet? We hebben ons gehad, maar nu wordt hij zo groen. Het is wat geler, hè? Ja. Ja. Oh, dat is misschien de Franse uiensoep. Kom. Oh, heel heftig. Maar wel lekker. Heerlijk. Oh, ik wil zo graag die brood erin deppen. Ik ook, ik zie hem. Guys, kijk hoe schattig ze hier de steak tartaar serveren. Met zo'n mini flesje tabasco. Zo schattig. I love it. Lekkere groenten erbij. Ik vind die flesjes zo leuk. Het is echt leuk. Guys, wij zijn nu weer in het hotelkamer. Wat voor cijfer geeft het eten? Want ik vond het... 7,5. De presentatie vond ik wel heel erg mooi. Maar ik vond bijvoorbeeld de steak tartaar niet zo lekker. Nee. Dus dat was wel minder. Ik had het wel beter verwacht om eerlijk te zijn. Ja. We gaan nu even snel zo'n chill pakje aandoen. Oh, weet je wat ik mee heb? Mijn Adidas pakje. Nieuwe? Ja. Oh, dat is wel echt comfy. Kom aan dan. Oké, ik heb mijn joggingspakje aan van Adidas. Hij is zo heel lichtgeel pastelkleurtje. Ik vind hem echt heel cute. Wat heb jij aan? Goeie pakje van vandaag. Ik heb weer mijn oude pak aan. Ja, en nu gaan we lekker naar de bios. Wij gaan naar de Candyman. Zo. Ik heb net geshoot in een straatje. Ik hoop dat het er een beetje mooi uitziet. Guys, wat is dit? Oh my god, what is this? Oh my god. Bye bye diet. Lekker man, popcorn samen, chippies samen. Ik ga even zo de comments lezen bij de trailer, want ik denk dat er echt een diepere gedachte achter ligt. De Candyman, op zich een aanrader als je op zoek bent naar een raadsel. Nee, maar, ik vond het echt zo niks. Ja. Ik ben zo into thriller, horror. Ik hou niet van... Ik hou niet van neppe shit, dus als het, toen ik die man zag zweven, dacht ik van... Als je bang bent voor een man met haak? Ja, het is wel dieper dan dat, maar goed. Ja, nee, I don't like it. Oké, okay, we are going to the hotel, yes. Mm-hmm. Oh, sweaty. Zet maar neer. Alsjeblieft. Zo half 10 in de ochtend. Hoe zo alcoholist. Oh, lekker man. Vandaag geen keto, jongens. Sorry. Kijk, guys. Outfit of the day. Ik heb dus zo'n nieuwe blouse van de Zara. Ik vond deze zo mooi. Mijn nieuwe Zara oorbellen en een Bershka broek. Love it. Ik doe gewoon deze Nike's eronder.
Wij zijn weer onderweg naar Nederland, guys. Even snackjes halen. Ik heb dus een taco snack. Ik heb geen idee wat het is. Maar ik dacht, ik probeer het even uit. Plezier. Lekker. Een hele goede morgen. Okay. Wij hebben ons klaargemaakt om boodschappen te gaan doen. Het is vandaag zaterdag. En het is zwaar nodig. We gaan vandaag weer lekker healthy eten. En ja, yeah, that's it. En we zin in. Zin in. Nessie, die weigert om kraanwater te drinken. Nou. Altijd spabbelo. En nu ben ik er ook aan gewend. Dus nu is het nog 10 keer erger. Hoe cool is mijn nieuwe bril van de mango? We zijn er een beetje over uit dat we vandaag gaan eten. Ik ga voor het eerst shrimp tacos maken. We zijn gezond bezig. Dus de tacos vervangen we eigenlijk gewoon met romanesla heet dat, hè? Ja. Dus we gaan healthy shrimp tacos maken. Even een foto laten zien. Kijk, zoiets. Ah, Dina, wij zijn boven. Zijn rustig. Wij hebben net de film Bombini gezien op Netflix. En ik ga nu even lekker frikandelletjes in de airfryer gooien, want daar heb ik best lekker trek in een snackje. Snack night! Oh. Kaasblokjes met mosterd. Garnaal. Koude garnaal. Het is zo lekker. Met kaas met mosterd. Wacht op onze frikandel.